Regelmatig komen LHBTI-jongeren met een beperking samen in het Regenboogcafé van Kemnade Werkenrode in Groesbeek. Om met elkaar te praten over de beleving van hun seksualiteit. En ook over de vormgeving van hun seksuele identiteit. Het idee ontstond om zelf een glossy magazine te maken. Als titel kozen ze voor Trots op wie ik ben. Want daar gaat het om. Je mag zijn wie je bent en daar trots op zijn. Ik denk dat het onderwerp sowieso altijd wel lastig bespreekbaar is. Dat merken we maatschappelijk natuurlijk ook. Als je dan een beperking hebt in een instelling woont en afhankelijk bent van informatie die anderen je geven, dat dat nog lastiger is. Ook om iemand te leren kennen bijvoorbeeld. En juist een magazine, omdat veel mensen met een beperking in een instelling wonen. En die we via een magazine wel kunnen bereiken, omdat ze geen toegang hebben tot social media. Ja, sowieso wat Sabrina eigenlijk hier heeft gedaan, heeft me wel goed geholpen. Omdat ik het zelf heel moeilijk vond vroeger om te accepteren wie ik was. Ik vond het heel leuk en leerzaam. Want ik kon er heel veel dingen uit halen en ja, het was echt geweldig. Heel erg leuk. En we hopen natuurlijk ook op een vervolg. Ja, en dan zien we wanneer het komt. Het was ontzettend leuk om te doen. Maar er is ook nog een ander belangrijk doel waarom dit blad geschreven is. Dat ze meer respect hebben voor de LHBTQA+. En dat ze... Ja, en ze worden best wel snel boos en zo, omdat ze het niet kennen. En dat ze meer research naar gaan doen. Dat er in de wereld helaas heel veel taboe is rond homoseksualiteit en rond LHBTQ+. En omdat ik vind dat er meer in de wereld moet komen erover. Want vroeger was het een sluier op lag. Nou, een klamboe. En die klamboe wil eigenlijk zoveel mogelijk weghalen. Ik heb het erover gehad dat ik genderfluid ben en hoe ik dat uit en hoe ik mensen daarmee een gunst wil doen om te denken, zeg maar. Nou, het leuke is dat we van cliënten hele leuke reacties krijgen, maar dat is vooral de doelgroep waar die voor gemaakt is natuurlijk. Maar ook van andere zorgorganisaties. Dus we hebben heel Nijmegen alle zorgorganisaties namens de gemeente deze glossy cadeau te kunnen doen. Maar ook organisaties buiten Nijmegen die zeggen van, hey, waarom hebben jullie dat gemaakt? Wat is het Regenboogcafé? Die dus echt op bezoek komen en van ons willen leren hoe we dat doen. En ik denk dat het dan gelukt is om die olievlek te verspreiden, om het wat makkelijker te maken om over dit onderwerp te praten.